Kijkers uit Calabas Creek, een inheems dorp langs de Kopenamer rivier te Saramaka, kregen wij 2 weken terug ten kantoren hier de jonge moeder van een kindje van 1,5 jaar met hydrocefalie, waterhoofd. De vrouw is vrij jong en alleenstaand. Ze vertelde over de zorg van haar kind, welke financieel en fysiek heel moeilijk was. En wij gaven natuurlijk haar de gelegenheid om haar oproep te doen via dit forum. Helaas is dit kindje komen te overlijden. En 1 voor 12 schonk daar aandacht aan. En in het volgende verslag maken wij u deelgenoot daarvan. Kijk en luistert u maar mee. Mevrouw Redansa, wat is er met uw kindje aan de hand? Hij is lichamelijk en geestelijk gehandicapt. Hoe precies? Vertel ons. Hij heeft vocht in zijn hoofd en hij kan niets doen. Hij kan niet zitten. Hij kan niet lopen. Hij kan niet eens iets aanraken of niet lachen. Hij kan niets doen. Hoe oud is het kindje? Hij is 1 jaar en 5 maanden. Vanaf wanneer is het ontdekt dat het kindje ziek is? Hij is een kind, hij is vroeg geboren. En de dokter had dat ontdekt pas na 1 week. Zo. En ze hadden mij gezegd dat ze onderzoek gaat doen in zijn hoofd. Want ze hadden gezien dat iets misgaat met de baby. En hoe lang heb je dat kind gedragen? 6,5 maanden. 6,5 maand. Dat is dus vrij vroeg geboren. En dat is aanleiding voor het ziekenhuis om het kindje, neem ik aan, iets langer vast te houden. Jawel. Hoe lang heeft het kind gelegen? 2,5 maanden. Wat heb je nodig om dit kind te verzorgen? Wel, ik zoek ondersteuning. Misschien zijn er mensen die me willen ondersteunen. Met voeding, pampers of zo. Zijn hoofd is niet helemaal zacht, maar aan de voorkant en achter. Ze hadden onderzoek gedaan voor zijn hoofd, omdat ze gezien hadden dat er iets mis was aan zijn hoofd. Dus ze hadden alleen onderzoek gedaan voor zijn hoofd. Welke onderzoeken? Is het op jou bekend? Ze hadden CT-scan gemaakt voor zijn hoofd. Ja. Voor de CT-scan hadden ze me wel gezegd dat ze wel wat kunnen doen voor het kind, zodat hij wel iets kon doen, bijvoorbeeld met je lachen. Later hadden ze weer gezegd dat ze niets kunnen doen. Ik wil de president vragen of de minister om me te helpen. Ik zoek hulp voor mijn zoontje, want hij is geestelijk en lichamelijk gehandicapt. Dus. Misschien zijn er mensen die me willen helpen. 2 uitzendingen terug was de jonge moeder Laurentia Crimo uit Calabas Creek in 1 voor 12, van wie wij het ontroerend verhaal van haar 1,5 jaar oud kindje met hydrocefalie, in de volksmond genoemd waterhoofd, aanhoorde. Deze jonge moeder klopte bij ons aan voor hulp. Het bureau Volkscontacten onder leiding van de heer Van Siegem heeft terstond na die 1 voor 12 uitzending contact opgenomen met 1 voor 12 met de nodige steun voor moeder en kind. Voor hen lag een pakketje klaar en bereiden wij de tocht naar Calabas Creek voor. Niet vermoeden dat het de voorbereidingen was voor de ter aarde bestelling van het kindje. Want nadat de gezondheidstoestand van het kindje erger werd, overleed het kindje de vorige week dinsdag. De moeder die het niet zo breed heeft en de familie waren dus plotseling geconfronteerd met het overlijden van het kind. En des te meer was dat reden voor het bureau Volkscontacten om een delegatie samen te stellen richting Calabas Creek. 1 voor 12 maakte deel uit van de delegatie die de ter aarde bestelling van het kindje Crimo meemaakte. Het pakketje dat klaar lag was niet overbodig. Dan nog aangevuld met nog wat spullen bestemd voor de uitvaart. Ook de 1 voor 12 directeur deed een financiële bijdrage.